Yo kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Forza Motorsport nummertje 7. Goed jongens, welkom weer terug. De zomerstop is weer voorbij. We zijn natuurlijk alweer in volle gang. Gisteren was eigenlijk al meteen onze eerste dag, maar vandaag gaan wij natuurlijk wel lekker door waar we voor de zomerstop zijn gebleven. Ja, waar zijn we gebleven? Geen flauw idee. Dat weet ik echt helemaal niet. Laten we gewoon eens even kijken, hè. Het kan wel helemaal goed. Ja. Goed, ja. We hadden ook natuurlijk een lange showcase. Maar die moeten we een keer in het weekend doen. Maar het komende twee weekend is natuurlijk eerst de FIFA 19 Ultimate Team. Maar dat komt omdat ik tot aan divisie 1 ben. Dat vertel ik jullie vrijdag nog wel. Dat is iets van... Dit is van Forza Motorsport. Kijk. We zijn hiermee bezig, want we moeten er nog 3 doen. Laten we gewoon lekker beginnen met deze breakout open. Laten we beginnen aan, ja, deze is, ah nee, dat is niet die lange. Volgens mij hebben we alle showcase van die gedaan. We moeten er nog 3 van die en dan hebben we deze ook helemaal voltooid. Je kunt maximaal 12.500 punten. Ja, volgens mij kun je zoveel punten halen. Maar dat komt helemaal goed aan. Dat zijn dus 15 van deze. Dat komt helemaal goed. Laten we gewoon beginnen met die. Goed. We moeten deze. We gaan niet gedoe met auto's kopen. Helemaal geen zin in. 2 ronden. Dat is dus deze. Goed. Dat gaat helemaal goed komen. Nou, kijk of... Oh ja, hier staat zo'n dingen die ik nog moet starten. Goed, alles loopt wel lekker aan. Ja, goed, nou maar goed, ja. Race starten. Ik heb er behoorlijk veel zin in. 3, 2, 1. En go. Ja, we gaan er natuurlijk niet volop voor. Oh, hij staat niet goed. Dat is weer, ah ja, dat is natuurlijk een gerotsel in onze knoppen. Nou ja. Dan is dat maar zo. Ja, zie je? Goed. Ah, kom op. Moet ik het dadelijk wel maar goed zetten. Nou, we rijden dit gewoon uit. Ik heb helemaal niet meer aan gedacht, want... Zo. Oké, nou. Oh. Volle problemen, hè? En dan wel een bakje nemen, want... Die stuurt niet helemaal goed. Gas. Hoppatee. Pas op gevaar. Ja,
Zo. Die rem, oh die rem remt echt verschrikkelijk. Dan moet hij eigenlijk gewoon weer terug op normaal. Moet ik hem duidelijk weer verzetten. We moeten veel harder remmen. Zo. Had ik helemaal niet verwacht dat het weer zo zou zijn. Nou ja. Zo. Dan ga ik dadelijk even in mijn instellingen, ga ik alles weer goed zetten hoor. Terug. Ik grijp te ver door. Dat is behoorlijk klote. Ik rem volop af. En nog gebeurt het daar. Zo. Veel als te hard weer. Kijk. Rustig, gas, 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 gas. En de rem erbij, volop rennen. We zijn bijna bij de finish en dan gaan wij die knop even kijken hoor. Ja, ik vind het zo goed hoor. Zevende, prima. Goed, nou. Dus ik klik heel even op stoppen. Zo.
En dan gaan we even terug. Terug. Voortgang. Opties. Audio is er niet. Nee. Beeld ook niet. Taal is het ook niet. Dan moet het toch. En dan op hulp klikken. Als ik het goed heb. Hulp. Aangepast. Makkelijk. Remmen. Remmen is met hulp. Als het goed is heb ik het nu gewoon weer normaal staan. Als het goed is wel. Gaan we deze nog doen? Ja. Ja, het kan wel goed. Ja, goed. Goed. Restarten. En go. Kijk of het nu wel. Ja, nu gaat hij wel perfect. Dat merkte ik meteen in ruimte. Ik heb iets later gedaan dan normaal. Te kijken of hij het doet. En hij doet het. Ronde 1 van de 2. Zo. We zijn gewoon lekker eerste. Zo. Oké, nou. Ziet er prima uit, hè? En gas op dat ding. Oh. Dus in één keer. Ja, het komt omdat wij ons evenwicht verloor. Dan ging het iets minder.
Zo. Doorgaan, karren. Goed, nou. Ik denk dat het fijn is dat alle drie de games gewoon lekker. Dat alle drie de tijd zijn gewoon om 18:30 is Forza Motorsport 7. Gewoon van lekker van dinsdag tot donderdag. Dat is denk ik wat fijner. Want toen had je woensdag een andere tijdstip. En nu lekker alle drie lekker om 6:30. Zo. Remmen. Oh, oh, rustig aan, auto. Hier is wel wat, wat hij wat wil. Zo. Goed, eerste 250 punten hebben. Dat is maar ja, we gaan er ook gewoon nu mee stappen, jongens. Mooi quiz voor vandaag. Jawel. Dan hebben we die twee gehad. En dan kunnen we... Kijk, we zijn 6 plekken omhoog gegaan. We staan nu gewoon eerste. Hoe mooi is dat? Dat is heel mooi. Goed, kun ik hierop stoppen? Mooi. 1 miljoen hebben. Een 1,5 miljoen zelfs. Goed. Nou. Dat was hij dan weer voor vandaag. Dan zien we elkaar natuurlijk weer morgen weer terug. Ik hoop dat jullie dan ook zien. Kijk eens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!